Geachte aanwezigen, welkom in de aula van de Universiteit Maastricht, waar we dadelijk gaan luisteren naar de oratie van professor Aniek de Bruin. Mijn naam is Albert Scherbier en ik ben de decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. Ik ga deze ceremonie leiden en onder andere hier iets over vertellen. Dat is niet omdat ik ziek ben en het nodig heb om het te doorstaan, maar er zit een ander verhaal achter en dat hoort u straks. Als u hier ziet en ziet verschillende kleuren jurken, noem ik het maar eventjes, dan is dat een groot compliment voor Aniek, want dat betekent dat ook mensen van buiten Maastricht naar deze ceremonie zijn gekomen. Dus als u hier niet altijd bent, onderschat u dat misschien, maar dat is echt een compliment. Beste Aniek, als geboren Maastrichtse was het voor jou vermoedelijk vanzelfsprekend om in Maastricht te gaan studeren. Dankzij jouw vaders beroep koos je voor de psychologie, want het wiskunde, het enige vak dat je echt boeide op een middelbare school, was toch geen brood te verdienen, dacht je. Dat probleemgestuurde onderwijs als leermethode jou zeer aansprak, besefte je vooral tijdens een uitwisseling met Spanje. Zo vertelde je ooit aan de observant. 1 tentamen per semester halen, dat motiveerde jou totaal niet om te studeren. Misschien is toen al een zaadje geplant voor je latere onderwerpskeuze. Tegenwoordig draait je onderzoek en onderwijs immers om vragen als: hoe kun je zelf studievaardigheden van studenten verbeteren? En hoe werkt dat überhaupt leren? De man die probleemgestuurd onderwijs in Maastricht op de kaart zette en mede aan de wieg stond van onze medische faculteit, was hoogleraar psychologie Henk Schmid, ook hier aanwezig. Bij hem begon Aniek in 2000 aan een proefschrift. En als je promotor dan een jaar later naar een andere universiteit vertrekt, ga je meestal mee. Schmid mocht in Rotterdam een nieuwe psychologieopleiding opzetten, volgens de PGO-principes. Een proces waarbij ook Aniek intensief werd betrokken en waaraan ze met veel plezier terugdenkt. Misschien speelt de vonk die in die periode oversloeg met haar grote liefde Gino daarin ook nog een rol. Ik moet het even noemen op deze Valentijnsdag, kan ik niet omheen. Maar goed, hier in Maastricht waren we ook nog niet vergeten. En toen onze Graduate School of Health Professions Education versterking zocht in de expertiseontwikkeling binnen het medisch domein, kwam haar naam naar voren en werd ze voorzichtig gepolst. Kunnen we je verleiden terug te komen naar Maastricht? In 2012 lukte het ons. We feliciteerden onszelf al snel met onze uitstekende keus, want Aniek zette heel voorvarend de onderzoekslijn rond zelfregulatie in leren op. Sleepte een venibeurs in de wacht, plus nog diverse andere projecten. En anno 2020 staat haar onderzoekslijn. Duidelijk zichtbaar nationaal en internationaal. Graag noem ik hierbij ook nog even het Europese netwerk dat ze mede oprichtte op het raakvlak van zelfreguleren en cognitieve belasting, met financiële steun van de Jacobs Foundation. Een Europese bundeling van kennis en kracht waarop je echt trots mag zijn, Aniek. Het draagt zeker verder bij aan je missie om de onderwijspraktijk verder te verbeteren. Study Smart, het programma dat je samen met UMS EdLab opzette, past hier eveneens naadloos in. Over naadloos gesproken, ik zou nog vertellen waarom ik dit bij me had. In hetzelfde observant-interview vertelde Aniek 3 jaar geleden over haar legendarische bananenincident. Het illustreert dat professor de Bruin al op zeer jonge leeftijd zaken het liefst zelf regelde en deed. Wat dat betreft zie ik ook een mooie relatie met de benoeming op deze leerstoel. Want als je ergens autonoom en zelfstandig kunt gaan, is het in die functie. Als heel klein meisje was Aniek met haar moeder in de Eda in de grote straat in Maastricht. Moeder kocht een banaan voor haar en begon hem te pellen. Op datzelfde moment begon Aniek moord en brand te schreeuwen. Pas toen ze thuis waren en Aniek weer enigszins bedaard was, kon ze uitleggen dat ze die banaan zelf had willen pellen. Zelf doen, zei ze al, toen al. Beste Aniek, mijn welgemeende felicitaties met deze benoeming, ook voor Gino en jullie kinderen, alle vandaag aanwezige familie en vrienden die je gesteund hebben en je geholpen hebben. Want echt alles zelf doen, dat heb je inmiddels vastgeleerd, gaat gewoon niet. Hiermee geef ik je graag het woord en ik laat de banaan liggen. Geachte prorector, beste collega's, vrienden en familie. In een van de afleveringen van de Amerikaanse tekenfilmserie The Simpsons vraagt Homer aan Bart waarom hij gestopt is met gitaarspelen. Ach pap, antwoordt Bart, ik ben ermee gestopt omdat ik er niet meteen goed in was. Niet erg, antwoordt Homer. If something's hard to do, then it's not worth doing. Wat is hier aan de hand?
Bart laat een klassiek voorbeeld van zelfsturing of zelfregulatie van leren zien. Maar wel een slecht voorbeeld. Bart bedenkt dat hij iets wil leren, evalueert zijn eigen leren en omdat hij niet meteen succes ziet, besluit hij te stoppen. Zijn vader bevestigt deze aanpak. Als iets moeilijk is, kun je het maar beter niet doen. Dit grapje uit de Simpsons is al 28 jaar oud, maar nog steeds een groot en veel voorkomend probleem in het onderwijs. Meer dan 50% van de studenten doet wat Bart doet en denkt regelmatig wat Homer denkt. In onze eigen omgeving kennen we allemaal wel een Bart of Homer, of misschien herkennen we onszelf wel soms in hen. We zijn er niet altijd in staat om te bedenken wat we moeten doen om vooruit te komen en we haken af als dingen moeilijk zijn en niet direct resultaat opleveren. De zelfregulatie is dan onder de maat. En onderzoek laat herhaaldelijk zien dat dit tot minder kennis en vaardigheden op de lange termijn leidt. Laat u niet misleiden door het mannelijke karakter van dit poppetje. Moeite hebben met zelfregulatie treft zowel mannelijke als vrouwelijke studenten. Is het nou zo'n probleem? Want in ieder geval een deel van die studenten haalt de eindstreep in het hoger onderwijs wel. Ja, want je eigen gedrag, kunnen reguleren en sturen, is ook op de latere werkplek van groot belang. Daarnaast is zelfregulatie een voorspeller van psychisch welbevinden en levenstevredenheid in het algemeen. Goede zelfregulatie helpt om een tevreden mens te worden. Sinds zo'n 15 jaar houd ik me bezig met de vraag hoe we studenten in het onderwijs kunnen helpen om hun leren zelf te reguleren, of in het Nederlands gebruikelijker zelf te sturen. Dit om het leerresultaat zelf te verbeteren, maar ook met als doel om studenten goed voor te bereiden om een leven lang leren binnen en buiten hun latere werkcontext. In onze snel digitaliserende wereld, die bol staat van informatie, maar ook van afleiding, komt een steeds groter beroep op zelfsturend leren te liggen. En wordt de roep om goed onderwijs, om het leren zelf te sturen, steeds groter. En ook al is in deze digitale wereld de leercontext snel veranderd, vergeet niet dat het leren aan zich nog altijd hetzelfde is. Want het brein waarmee we geboren zijn is onveranderd. En de cognitieve processen die tot leren leiden daarmee ook. Graag deel ik vandaag met jullie onze bevinding uit onderzoek naar zelfgestuurd leren. En de plannen voor de toekomst om studenten te ondersteunen bij het leren zelf te sturen. Bij alles wat we leren, bijvoorbeeld een tekst lezen, een probleem oplossen of een nieuwe vaardigheid proberen, komen voortdurend gedachten en gevoelens, oftewel subjectieve ervaringen bij ons op. Deze subjectieve ervaringen hebben vaak direct met het leren te maken, zoals wat is de volgende stap in deze opdracht? Ik ken dit woord niet of ik ga eerst taak 2 leren. Vaak hebben ze indirect met leren te maken en gaan ze over leren in het algemeen of het vermogen om ons iets eigen te maken. Bijvoorbeeld, het lukt niet meteen, kijk maar naar Bart Simpson. Dit heb ik al vaker gedaan, dit kan ik wel. Of, nu maak ik alweer een fout. Voor zowel de directe als de indirecte subjectieve ervaringen geldt dat ze een invloed op leren kunnen hebben. Ze kunnen zelfs sterk bepalend zijn voor het leren, in die zin dat ze bijdragen aan verdere sturing van het leren. Ze zetten de student ertoe aan om een tekst nogmaals te lezen of een moeilijk woord op te zoeken. Maar ze kunnen er ook toe leiden dat ze opgeven. Het blootleggen van die subjectieve ervaringen en hoe die het leren sturen is een belangrijk deel van het onderzoek dat ik samen met collega's in binnen- en buitenland doe. Dat blijkt niet altijd makkelijk, want deze subjectieve ervaringen, hoe bepalend ze ook zijn, zijn niet zichtbaar en daarmee ook niet objectief meetbaar. En als onderwijswetenschappers staan we voor de taak om methoden te ontwikkelen die deze processen inzichtelijk maken. Want als we zelfgestuurd leren willen verbeteren, zullen we deze subjectieve ervaringen moeten leren herkennen, begrijpen en veranderen. Als je de voorbeelden die ik hierboven gaf nader bekijkt, wordt duidelijk dat elke vorm van leren eigenlijk 2 niveaus heeft. Aan de ene kant het bezig zijn met de leertaak zelf, wat het objectniveau genoemd wordt. Aan de andere kant het denken over de leertaak, wat het metaniveau genoemd wordt. Tussen het object en het metaniveau zijn voortdurend 2 processen bezig die de kern van zelfgestuurd leren vormen. Deze 2 processen zijn in verschillende theoretische modellen over zelfsturend leren samengevat. Modellen die op veel vlakken van elkaar verschillen, maar allemaal tot deze kern komen. Tijdens het leren maken we voortdurend inschattingen van ons eigen leren. Dit wordt in het Engels monitoring genoemd. Alle subjectieve ervaringen die ik noemde zijn daar onderdeel van en dragen bij aan zelfsturing. De zelfinschatting is nodig om op metaniveau de huidige staat van het leren te bepalen. Begrijpt de student de tekst of opdracht? Denkt hij dat hij in staat is om de nieuwe kennis straks op te doen?
om het op de toets of in de praktijk toe te passen. In onderzoek vragen we de studenten om deze zelfinschatting op een schaal aan te geven. Bijvoorbeeld in cijfers van 1 tot 10 met icoontjes zoals smileys. Deze zelfinschatting beïnvloedt op haar beurt de regulatie of de sturing van het eigen leren op het objectniveau. Zelfsturing heeft dan betrekking op de keuzes die studenten maken. Nogmaals een tekst lezen, een moeilijker of juist makkelijker opdracht kiezen, besluiten te stoppen met leren omdat het niet lukt of omdat het juist gelukt is. Als een leerling bijvoorbeeld tijdens de zelfinschatting merkt dat hij een stuk tekst uit een handboek niet voldoende begrepen heeft, zal hij in het ideale geval proberen de tekst nogmaals te lezen en op te zoeken wat hij niet snapte. De monitoring is dus sterk bepalend voor de regulatie of het sturen van het eigen leren. Andersom heeft monitoring alleen nut in het kader van de sturing die daarop volgt. Jezelf inschatten en erachter komen dat je het nog niet snapt, maar niet je leren kunnen sturen, kan tot frustratie leiden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij colleges waar complexe stof wordt uitgelegd en je de draad kwijtraakt. Als je eenmaal de draad kwijt bent, kun je moeilijk weer aanhaken. Of wanneer studenten gevraagd wordt hun eigen leren in te schatten, hun sterke en zwakke punten te benoemen, terwijl ze verder geen keuze of stuurmogelijkheden, maar een vast lesprogramma volgen. Terug naar die subjectieve ervaringen. Want zoals gezegd zijn die sterk bepalend voor het leren, omdat ze de zelfinschatting beïnvloeden en daarmee ook het verdere leergedrag. Nu blijkt voortdurend uit onderzoek dat goede zelfinschatting verre van vanzelfsprekend is. Studenten hebben grote moeite om in te schatten of ze een tekst begrepen hebben of ze een opdracht goed hebben uitgevoerd. Ze laten zich misleiden door oppervlakkige informatie, zoals de lengte van een tekst of het onderwerp. Hoe korter de tekst, hoe makkelijker denken ze. Of hoe interessanter het onderwerp, hoe makkelijker de tekst te onthouden is. Terwijl onderwerp en lengte van de tekst weinig zeggen over hoe goed ze de tekst echt snappen. Ook problematisch is dat studenten hun eigen kennis vaak overschatten. In ons onderzoek vroegen we eerstejaars studenten aan deze universiteit 3 dagen voor het tentamen welk cijfer ze dachten te gaan halen voor dat tentamen. Meer dan 70% van de studenten die uiteindelijk een onvoldoende haalden, dachten 3 dagen van tevoren dat ze een voldoende zouden halen. Aan het begin van de cursus was dat zelfs 90%. Nog wat voorbeelden van hoe lastig het is je leren goed in te schatten. Studenten denken vaak, als ze een tekst gelezen hebben, dat ze de tekst beter nogmaals kunnen lezen om hem goed te onthouden, in plaats van al een oefentoets maken. Maar uit onderzoek blijkt vaak dat een oefentoets maken tot beter leren leidt dan de tekst nogmaals bestuderen. Dit wordt het testing-effect genoemd. Ook hebben studenten vaak de voorkeur om steeds in dezelfde volgorde de stof te oefenen voor een tentamen, terwijl afwisseling van de stof tussen verschillende onderwerpen vaak tot beter leren voor de langere termijn leidt. Deze voorbeelden laten zien dat studenten vaak de voorkeur hebben voor leerstrategieën waarbij het leren vlot gaat. Een tekst nogmaals lezen is vlotter dan een oefentoets maken. In dezelfde volgorde oefenen gaat soepeler dan de volgorde afwisselen. Maar uit onderzoek blijkt voortdurend dat dit vloeiende leren tot leren voor de korte termijn leidt, maar niet tot leren voor de lange termijn. En het doel van het hoger onderwijs is uiteraard niet alleen de toets halen, maar boven alles kennis en vaardigheden opdoen die op een later moment in de werkomgeving toegepast kunnen worden. In plaats daarvan zouden studenten meer gebruik moeten maken van de strategieën die tot langere termijn leren leiden, die minder vlot gaan en desirable difficulties oproepen, gewenste moeilijkheden. Bijvoorbeeld die oefentoets maken of in die wisselende volgorde studeren. Daarnaast hebben studenten vaak idiosyncratische ideeën over wat bij hen het beste werkt. Hoe hun eigen leren werkt is anders dan veel van hun studiegenoten. En als een leerstrategie bij een ander goed werkt, dan betekent dat niet dat dat ook bij hun zou werken. Uit al deze voorbeelden blijkt dat de subjectieve leerervaringen van leerlingen vaak foutief zijn en weinig te maken hebben met hoe ze werkelijk leren. Die foutieve subjectieve leerervaringen zitten goede zelfsturing in de weg. Het idiosyncratisch karakter van de ervaringen maakt hen ook nog moeilijk te veranderen. Want daardoor zijn studenten vaak sterk overtuigd van hun eigen zelfinschatting. Er is hier dus sprake van een paradox. Hoe studenten ervaren te leren verschilt vaak van hoe studenten werkelijk leren. En deze paradox ontstaat voor een groot deel omdat studenten vaak de voorkeur hebben voor vlot leren. Voor een deel ontstaat die ook omdat de leerstrategieën die wel werken op de korte termijn nog geen leereffect laten zien.
en dus als niet effectief ervaren worden door studenten. Studenten kunnen dus eigenlijk niet goed voorspellen of ze iets voor de langere termijn zullen onthouden. En ze laten zich misleiden door de in het moment ervaringen van leren. Ons cognitieve systeem houdt ons als het ware voor de gek. Ook docenten zijn zich daar niet altijd bewust van. Deze paradoxale relatie tussen korte termijn en lange termijn leren heeft gevolgen voor zelfsturing in het onderwijs. Leerlingen kiezen de korte termijn strategieën of de makkelijke leertaken, geven te vroeg op, raken dan meer en meer van overtuigd dat ze sommige dingen gewoon niet goed kunnen. In de implementatie van zelfsturing in het hoger onderwijs wordt vaak aangenomen dat leerlingen blootstellen aan het zelfsturen, hen in het diepe gooien, regelmatig keuzes laten maken, uiteindelijk tot betere zelfsturing zal leiden. Maar dit zal alleen dan het geval zijn wanneer leerlingen zich bewust zijn van deze paradoxale relatie en hun korte termijn ervaringen van leren aan de kant weten te schuiven. Iets wat maar zo'n 10-20% van de studenten spontaan doet. Van veel keuzes maken leer je wat op de korte termijn de goede keuzes zijn. Maar door het paradoxale effect van desirable difficulties is het niet mogelijk om de lange termijn gevolgen te overzien. Leren zelf sturen leer je niet door je leren zelf te sturen. Althans, niet vanaf het begin en niet voortdurend. Maar wat betekenen de paradox tussen ervaren leren en werkelijk leren voor het gebruik van zelfsturing in het onderwijs? Als in het diepe gooien tot overlevingsstrategie leidt, in plaats van tot adequaat leren en goede ontwikkeling van zelfsturingsvaardigheden, wat is dan het alternatief? Er is ruim onderzoek, waaronder dat van onszelf, dat laat zien dat zelfinschattingen te verbeteren zijn door instructie, liefst door simpele instructie. Hoe ziet ons onderzoeksparadigma eruit? In het onderzoek beginnen we met studenten een leertaak te laten doen, een tekst lezen of een probleem oplossen. Vervolgens vragen we hen een zelfinschatting te maken. Hoe goed ken je de tekst of heb je het probleem opgelost? Dan laten we hen leren zelf sturen. Wil je de tekst nogmaals lezen of nogmaals een probleem oefenen? En als laatste vragen we hen om een toets te maken over de geleerde stof. Om die zelfinschattingen te verbeteren is het duidelijk dat we op deze plek in de leercyclus moeten interveneren. Hier bieden we een instructie aan en alleen dan kunnen we de zelfinschatting van de studenten beïnvloeden. Onderzoek van onze voormalige promovenda Mariette van Loon laat een voorbeeld van zo'n instructie zien. Studenten lazen teksten waarin causale verbanden werden uitgelegd. Bijvoorbeeld over waarom botox tot minder gezichtsrimpels leidt. Het bleek lastig om een goede zelfinschatting van zo'n tekst te maken. Daarom gaven we een deel van de leerlingen voor die zelfinschatting eerst de opdracht om in een leeg diagram de causale verbanden uit de tekst te beschrijven. Zo zag zo'n leeg diagram eruit. Dit is hoe de causale informatie uit de tekst correct weergegeven zou moeten worden. De groep die dat lege diagram moest vullen, vond dat niet makkelijk om te doen en vaak hadden ze het diagram niet goed ingevuld. Maar deze groep liet wel betere zelfinschattingen zien. Dat wil zeggen, correlatie tussen hun zelfinschattingen en hun uiteindelijke score op de toets over de teksten, de blauwe balk in de grafiek, was significant hoger dan diezelfde correlatie bij de groep die geen diagram invulde. De rode balk in de grafiek. Dit kwam niet omdat ze hierdoor de tekst beter leren, want hun kennis over de tekst was uiteindelijk gelijk aan degene die geen diagram invulde. Interessant genoeg hielp het diagrammen invullen ook niet om beter in te schatten hoeveel feiten ze uit de tekst zouden onthouden. Het diagram invullen richtte hun aandacht volledig op de causale verbanden. Waarom hielp deze instructie de kwaliteit van de zelfinschatting te verbeteren? Dat wil zeggen, een betere voorspelling te worden van hun uiteindelijke leerresultaat op een toets over de tekst. Daarvoor gaan we terug naar het begin, waarin ik beschreef dat er een duidelijk verband is tussen de subjectieve ervaringen over leren en de zelfinschatting die studenten maken. Waar het allemaal om draait, is in hoever die subjectieve ervaringen en de informatie die dat oplevert, in het Engels welke cues dat oplevert, in welke mate die een juiste indicatie van het daadwerkelijke leerresultaat van de student geven. Leerlingen lieten zich, als ze diagrammen invulden, minder leiden door oppervlakkige cues, als lengte van de tekst of interesse in de tekst, en meer tot wat we diagnostische cues noemen. Hun vermogen om de causale verbanden correct weer te geven. Iets vergelijkbaars gebeurt wanneer je studenten eerst een samenvatting over een tekst laat schrijven of wanneer je hen een oefentoets of een aantal oefenproblemen over de stof laat maken.
In al deze gevallen leidt dit tot meer gebruik van diagnostische cues en tot betere zelfinschattingen. Soms zijn die diagnostische cues wel beschikbaar, maar lukt het studenten niet ze te gebruiken als ze zelfinschattingen maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een docent een student feedback geeft, maar de student niet in staat is om de feedback te gebruiken om zijn leren te sturen. Beschikbaarheid van diagnostische cues en het gebruiken van de cues om tot betere zelfinschatting te komen is dus beide cruciaal. De diagraminstructie had op beide een positief effect. Deze voorbeelden laten zien dat makkelijk uitvoerbare instructies het gebruik van de juiste cues voor zelfinschatting kunnen bevorderen. Dat deze instructies zo simpel mogelijk moeten zijn, heeft minstens twee redenen. Als eerst om te voorkomen dat studenten een te hoge werkgeheugenbelasting ervaren en snel vermoeid raken. Maar ook omdat het de kans vergroot dat ze zich de cues herinneren en gebruiken tijdens het zichzelf inschatten. Hieruit wordt duidelijk dat om zelfinschattingen te verbeteren, onze aandacht als onderzoekers en docenten moet liggen op het veranderen van de cues die studenten gebruiken. Zonder interventie op het niveau van de cues zullen veel leerlingen, afgezien van de 10-20% die dat van zichzelf al kunnen, in een vicieuze cirkel van verkeerde cues, foute zelfinschatting en suboptimaal leren blijven. Ze zullen regelmatig te vroeg opgeven of te makkelijke leertaken of vakken kiezen. Bijvoorbeeld wanneer ze merken dat iets niet meteen lukt. Ze halen de toets misschien, maar zullen minder goed in staat zijn de kennis en vaardigheden op de lange termijn toe te passen. Als we zelfsturing willen verbeteren, zullen we een stap terug moeten doen en ons richten op het verbeteren van de cues of de informatie die studenten gebruiken om tot zelfinschattingen te komen. In het geneeskundecurriculum aan deze universiteit wordt in het portfolio-onderwijs zoiets al gedaan. Daar wordt studenten gevraagd over hun eigen leren na te denken door hun eigen leerervaringen te beschrijven en analyseren. Zo'n leerervaring kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een eerste contact met een simulatiepatiënt. Of je familie advies geven over het griepvaccin. Het analyseren van die leerervaringen helpt studenten om gedetailleerde informatie of cues over hun eigen leren te verzamelen en wat dat betekent voor een volgende leerstap. Maar we zijn er nog lang niet. Door de cue-instructies, zoals het diagramma, verbetert de zelfinschatting. Maar nog niet zoveel als we zouden willen. Correlaties stijgen van punt 30 naar punt 60, maar niet voor alle studenten. Er is duidelijk ruimte voor verbetering. Met subsidie van het Nederlands Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek ga ik daar de komende jaren met Hector Pigera-Diaz, Sophia Brouwman, Janneke van der Pol, Ellen Kok en Tamara van Gogh verder onderzoek naar doen. Eerst gaan we onderzoeken welke Q-studenten nu echt gebruiken als ze zulke instructies geven. Tot nu toe is vooral gekeken naar het resultaat van die instructies en is achteraf geanalyseerd welke cues ze gebruikt hebben. Maar om dit echt te begrijpen zullen we het cue-gebruikproces tijdens die diagramtaak gaan meten aan de hand van oogbewegingen en hardop denken. Vervolgens gaan we daar onze instructies op aanpassen om tot betere cue-instructies te komen. En we zullen dit individueel doen, want onze eerste analyses laten zien dat dit voor de ene student, wat voor de ene student een diagnostische cue is, dat niet per se ook voor de andere student is. Het onderzoek dat ik doe richt zich met name op de gezondheidszorgopleidingen. Binnen deze opleidingen spelen de problemen rondom ondermaatse zelfsturing evengoed als binnen andere opleidingen. Maar binnen de gezondheidszorgopleidingen krijgen de kwesties rondom zelfsturen nog een extra dimensie. Daar staat namelijk de diagnose en behandeling, oftewel leren om klinisch te redeneren, centraal. Dit klinisch redeneren gaat gepaard met continue onzekerheid over wat er precies aan de hand is met een patiënt, over wat de juiste behandeling zou zijn en wat de zorgverlener het beste kan doen. Tegelijkertijd wordt te midden van deze onzekerheid van de behandelaar verwacht dat hij of zij continu vertrouwen in eigen handelen heeft. Hoe gaan artsen en verpleegkundigen om met deze onzekerheid? En vooral, hoe blijven ze zich comfortabel voelen om tot beslissingen te komen? Dat zijn vragen die we sinds een tweetal jaren onderzoeken bij eerste hulpartsen. Samen met John Ilgen, Glenn Regeer en Pim Teunissen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat ervaren artsen regelmatig vooruitdenken wat de gevolgen van de mogelijke handelingen kunnen zijn en hoe de situatie van de patiënt zich in elk van die mogelijkheden zou ontwikkelen. Ze houden daarbij de grenzen van hun eigen kennen en kunnen voortdurend in de gaten om te weten wanneer ze hulp in moeten roepen. Ook monitoren ze alle binnenkomende informatie in de situatie voortdurend,
om te evalueren of die zich ontwikkelt zoals ze voorspeld hadden, of er indicaties zijn waardoor ze zich niet meer comfortabel voelen. Hun eigen subjectieve gevoel over de situatie speelt een hele belangrijke rol. Hoe we die zelfsturing en onzekerheid aan arts en opleiding en geneeskundestudenten kunnen leren, is een vervolgvraag die we de komende jaren gaan onderzoeken. Tijdens het werk aan onderzoek naar leren schaken voor mijn proefschrift, inmiddels zo'n 15 jaar geleden, bleek dat zelfs wanneer studenten hun zelfinschatting verbeterden, ze niet altijd hun zelfsturing verbeterden. Ze waren in staat te voorspellen wanneer ze de schaakzet niet goed hadden bedacht, maar ze wilden niet per se die foute voorspelling nogmaals bestuderen. Je eigen leren goed kunnen inschatten leidt niet vanzelfsprekend tot betere zelfsturing. Het onderzoek naar desirable difficulties of gewenste moeilijkheden laat iets vergelijkbaars zien. Zelfs wanneer studenten weten dat ze zichzelf beter nogmaals kunnen toetsen dan een samenvatting doorlezen, neigen ze in de praktijk veel vaker naar die minder effectieve strategieën. De afgelopen jaren werd me door samenwerking met onderzoekers op het gebied van zelfregulatie en op het gebied van cognitieve belastingtheorie steeds duidelijker dat deze en andere bevindingen erop wijzen dat het blinde vlek in het onderzoek naar zelfsturing de leerinspanning van de leerling is. Oftewel, de moeite die het kost om de leertaak te doen. Ook al weet een leerling dat het beter is om zichzelf te toetsen, de extra leerinspanning die dat kost in combinatie met andere factoren leiden ertoe dat deze strategieën nog steeds weinig gebruikt worden door studenten. Dat is ook wat het onderzoek van onze promovenda, Felicitas Bierwehr, naar onze leerstrategieën training Study Smart laat zien. Deze training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de onderwijspsychologie en hebben we in samenwerking met het Onderwijs Innovatiecentrum EdLab en vertegenwoordigers van alle faculteiten aan Universiteit Maastricht ontwikkeld. De training maakt studenten bewust van wat effectieve leerstrategieën zijn, laat hen reflecteren over hun eigen leerstrategieën en laat hen oefenen met de effectieve leerstrategieën die ze zouden willen gaan gebruiken. De training wordt sinds 2017 aan eerstejaarsstudenten van verschillende opleidingen aan deze universiteit en aan andere opleidingen in het land gegeven. We interviewden een aantal van de deelnemende studenten. Zij gaven aan sterk gemotiveerd te zijn om de effectieve leerstrategieën toe te passen, maar waren onzeker over het effect daarvan en de extra inspanning die het kostte. De laatste jaren ben ik daarom met heel veel plezier en een fantastische groep collega's bezig om een nieuw onderzoeksparadigma te ontwikkelen, waarmee we de relatie tussen leerinspanning en zelfsturend leren gaan onderzoeken. Met deze groep collega's uit Nederland, Duitsland, Rusland, Spanje, VS, Israël en Canada hebben we een theoretisch kader ontwikkeld van waaruit we onderzoek opzetten naar 3 centrale onderzoeksvragen. Ons doel is te begrijpen hoe studenten leerinspanning als cue gebruiken tijdens het maken van zelfinschattingen, hoe leerinspanning een rol speelt bij het sturen van eigen leren en hoe we de inspanning die dit zelfgestuurd leren kost laag kunnen houden. Ons doel is om studenten te helpen om leerinspanning meer te zien voor wat het is. Een teken dat leren niet makkelijk gaat, maar wel degelijk plaatsvindt. Met een videobeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gaan we deze vragen de komende 5 jaar uitpluizen in het Play Stop Pause project. Dat studenten leerinspanning niet altijd als iets positiefs ervaren, weten we al langer. En is ook geen enkele ouder met schoolgaande kinderen vreemd. Soms is het ook beter om te stoppen en een makkelijkere taak te kiezen. Hoe kun je als student dan weten wanneer een leertaak moeilijk maar haalbaar is, een desirable difficulty, of toch echt nog te moeilijk? Tot nu toe is er weinig bekend over hoe we deze negatieve interpretatie van leerinspanning bij studenten kunnen veranderen. En hoe hen kunnen helpen om onderscheid te maken tussen de moeilijke en gewenst moeilijke leertaken. Dit gaan we in het eerste deel van het Play Stop Pause project onderzoeken. Hen alleen vertellen dat inspanning uiteindelijk de moeite loont, lijkt niet genoeg te zijn. Maar wat als we hen nu over een aantal weken inzicht geven in hun leerinspanning en hun leerresultaat? Dan ontdekken ze dat leerinspanning over tijd afneemt en leerresultaat niet altijd direct zichtbaar is. Deze hypothese gaan we uitgebreid toetsen in een digitale leeromgeving bij studenten aan deze universiteit. Op die manier gaan we de digitale middelen inzetten om niet alleen een beroep op zelfsturing te doen, maar ook om bij te dragen aan de ontwikkeling van zelfsturingsvaardigheden. Daarnaast moet leerinspanning wel efficiënt gebruikt worden.
Want net als lichamelijke inspanning leidt het tot vermoeidheid en zijn rustmomenten nodig om te herstellen. Maar hoe en wanneer rust tijdens leren nodig is, en of en waarom dat verschilt tussen studenten, is vooralsnog onbekend. Dat gaan we in het tweede deel van het Please Stop Pause project onderzoeken. Het thema rust en pauze tijdens leren begint meer en meer aandacht in onderzoek te krijgen. Deze studie als voorbeeld verscheen 2 weken geleden in het tijdschrift Applied Cognitive Psychology. Daarin werd gekeken wat er gebeurt als studenten gewone wakkere rustpauze namen, wakeful rest genoemd, of wanneer ze in die pauze op een telefoon speelden. De resultaten laten zien dat het spelen op de telefoon tot meer vergeten leidde dan de wakkere rustpauze. In het Play Stop Pause project gaan we niet alleen onderzoeken hoe en wanneer rust nemen tot meer leren leidt, maar ook hoe het tot langere volgehouden leerinspanning leidt. Studenten hebben hun eigen gewoontes wat betreft studeren en pauzeren, maar welke aanpak onder welke omstandigheden het beste werkt is vooralsnog onbekend. We zullen die resultaten waar mogelijk toepassen binnen de Study Smart training, zodat studenten ook hierin wetenschappelijk gebaseerd advies en oefening krijgen. Louis-Tong Hui, een van onze promovendi, doet hier al verwant onderzoek naar. Zij kijkt wat het inzicht krijgen in je eigen leerresultaat doet met het kiezen voor desirable difficulties bij studenten. Ze laat eerstejaars studenten de anatomie van het lichaam leren en laat hen daarna kiezen of ze de anatomische plaatjes nogmaals willen bestuderen of dat ze zichzelf alle willen toetsen over hun kennis van de plaatjes. Dat laatste is, zoals gezegd, een veel effectievere manier van leren, maar heeft vaak niet de voorkeur van studenten, omdat het minder effectief voelt en meer moeite kost. Een belangrijke vraag is hoe we hun meer aan zichzelf toetsen kunnen krijgen. Louis-Tong gaf studenten in haar onderzoek feedback. Ze liet ze zien wat de toetsscore was voor de anatomieplaatjes waarover ze zichzelf getoetst hadden en wat een toetsscore was voor plaatjes die ze nogmaals bestudeerd hadden. En zoals verwacht bleek een groot deel van deze studenten meer geleerd te hebben als ze zichzelf toetsten dan wanneer ze de plaatjes nogmaals bestudeerden. Daarna keek ze wat er gebeurde bij nieuw te leren plaatjes. Kozen de studenten nu ook vaker voor zichzelf toetsen als ze nieuwe anatomie moesten leren? Dat lag er maar aan, waar ze voordeel van hadden gehad. Studenten die even goed scoorden als ze zichzelf toetsten dan wanneer ze de plaatjes nogmaals bestudeerden, gingen zichzelf niet vaker toetsen als ze nieuwe plaatjes moesten leren 8 of 15 dagen later. Studenten die voordeel hadden van opnieuw bestuderen, gingen zichzelf uiteindelijk wel vaker toetsen. De groep die voordeel bleek te hebben van zichzelf toetsen, ging zichzelf ook meer toetsen. Meer nog dan een groep die geen individuele feedback over hun leren kreeg, maar in het algemeen verteld werd dat toetsen beter werkt dan herbestuderen. Deze eerste data laten zien dat individuele feedback op leren op het effect van toetsen werkt. Beter nog dan algemene feedback. En het laat ook zien dat jezelf toetsen niet voor iedereen onder alle omstandigheden een voordeel heeft. Wat de studenten deden die geen voordeel van toetsen, maar van nogmaals bestuderen hadden, is een interessante vraag voor vervolgonderzoek. Het ervaren van leren en leerervaring over de tijd, dat wil zeggen over meerdere leermomenten heen, lijkt dus belangrijk om tot meer zelfsturen richting desirable difficulties te komen. De vraag die bij het aanhoren van dit alles zou kunnen rijzen, is waar de motivatie van de student in dit plaatje past. Want de belangrijke reden om studenten meer zelfsturing in hun leren te geven is omdat autonomie of zeggenschap die studenten daarmee krijgen essentieel is om de motivatie op peil te houden. Opleidingen tot hoger onderwijs gaan meer en meer op principes van zelfsturing en autonomie over om deze reden. En ook omdat de toegenomen hoeveelheid informatie meer keuzes mogelijk maakt. Ja, autonomie over leren is essentieel om goed voorbereid te worden op de latere werkomgeving en kan helpen om gemotiveerd te blijven. Maar een goede dosering van autonomie is nog veel belangrijker, omdat in het diepe gooien misschien niet tot verzuipen, maar wel tot overlevingsstrategieën leidt. Wanneer studenten niet goed geïnformeerd zijn over fenomenen zoals de ervaren leren, werkelijk leren paradox, wanneer ze geen ondersteuning krijgen bij het gebruik van cues tijdens het maken van zelfinschattingen, dan zal die autonomie tot gevolg hebben dat een groot deel van de studenten hun zelfsturingsvaardigheden ondermaats ontwikkelt, ook in het hoger onderwijs.
Ze over- of onderschatten zichzelf, maken verkeerde keuzes. De verschillen tussen studenten die van nature zichzelf beter sturen en degenen die dat minder goed kunnen, worden daarmee onnodig groter. Autonomie is goed mogelijk wanneer studenten toegang tot de juiste informatie, oftewel de juiste cues hebben bij het maken van keuzes in een leerproces. Autonomie kan ook op vlakken waar keuzes er niet of weinig toe doen. Bijvoorbeeld welke van twee teksten van dezelfde kwaliteit studenten over een bepaald onderwerp lezen. Maar autonomie in het leerproces moet steeds begeleid worden met goede ondersteuning van de docent, ondersteuning die afneemt naarmate de student haar zelfsturingsvaardigheden ontwikkelt. Dit geldt voor het leren van teksten, maar net zozeer voor het leren van vaardigheden of competenties. Het mag duidelijk zijn dat ook de toetsing hier een belangrijke rol speelt. Wanneer toetsing meer lange termijn gericht is, zal het voor studenten ook belonender zijn om de desirably difficult leerstrategieën voor de lange termijn te gebruiken. Daarnaast is een belangrijk, maar onderbelicht onderdeel van lifelong learning het leren om vol te houden wanneer de motivatie laag is. In plaats van trachten de intrinsieke motivatie te verhogen, zal het veel haalbaarder en waardevoller blijken om de studenten om te leren gaan met fluctuaties in de motivatie, want die zullen er altijd zijn. Dat is ook de kern van ons onderzoek naar desirable difficulties. Ook wanneer leren niet inherent plezierig en niet direct belonend is, om een goede manier omgaan met leerinspanning. Is de aanpak om te leren en zo snel mogelijk weer door te kunnen met onderwerpen die je wel interessant vindt. Leren is een complexe, dynamische interactie van factoren. En grote effecten van kleine interventies zouden eerder tot skepsis en replicatiepogingen dan tot grote nieuwsberichten moeten leiden. Vooralsnog hebben we in de onderwijswetenschappen vooral te maken met meer bewijs dat leren niet werkt zoals we denken, dan dat we bewijs hebben dat leren wel werkt zoals we denken. Zonder hiermee tekort willen doen aan alles wat ik vandaag verteld heb, zal ik mijn best doen om kritisch te blijven over mijn eigen overtuigingen, over alles waar ik voor sta en waar ik me de komende jaren op toe ga leggen. Niets is immers zwart-wit. In de onderwijswetenschappen niet en eigenlijk in het leven in het algemeen niet. En dat is op zichzelf een behoorlijke zwart-wit uitspraak. Dus ook die moet ik eigenlijk in twijfel trekken. Ik weet niet wat de resultaten van ons onderzoek gaan zijn. Ik weet alleen dat gegeven de huidige kennis dit de volgende stappen zijn die we moeten gaan verkennen. En ik verheug me erop deze te kunnen gaan zetten. Tot slot. Deze lezing is een pleidooi om de ontwikkeling van zelfsturingsvaardigheden te benaderen als de ontwikkeling van alle andere complexe cognitieve vaardigheden, zoals leren programmeren of leren een slecht nieuwsgesprek te voeren. Namelijk als een probleem dat het juiste ontwerp van instructie vraagt, waarbij declaratieve kennis en herhaald oefenen van deelvaardigheden onder begeleiding van goede expertfeedback onontbeerlijk is. Leren om het leren zelf te sturen betekent eerst begrip krijgen van de soms paradoxale relatie tussen ervaren leren en werkelijk leren en tussen leren en leerinspanning. Leren om het leren zelf te sturen betekent niet zelfsturen, althans niet vanaf het begin en niet altijd. Het betekent inzicht krijgen in de diagnostische indicaties van werkelijk leren. En daarna geleidelijk het wiel overnemen met een docent of coach aan je zijde. Maar de autorijdparallel heeft natuurlijk ook zijn grenzen. Want leren autorijden gaat alleen over leren autorijden. Terwijl het leren zelfsturen altijd ook over de leerinhoud gaat. Dit wordt immers in de authentieke leercontext geoefend. Studenten helpen om uit de in het moment leerervaring te komen en hun leren en leerinspanning over de lange termijn te evalueren, is de volgende stap in onderzoek naar training van zelfsturingsvaardigheden. Dit alles zal ik doen vanuit de overtuiging dat niets zwart-wit zal blijken in deze. En dat veel kleur juist is wat de wetenschap zo leuk maakt. Als allerlaatste, het leukste onderdeel van deze oratie. Namelijk de kans voor mij om de mensen met wie ik samenwerk en die me buiten het werk dierbaar zijn en steunen te bedanken. Want ik sta hier wel in mijn eentje, maar ik ben onderdeel van een veel groter geheel. En ik ben heel dankbaar dat jullie hier allemaal vandaag zijn. En de datum leent zich er natuurlijk voor om dat uitgebreid te doen. Als eerste mijn collega's bij de vakgroep ONO en bij SHE, voor zover die niet overlappen. Wat fijn om deel te zijn van zo'n gezellige club met zo'n groot hart voor onderwijs en onderwijsvernieuwing. Dank voor alle inspiratie, uitdaging en gezelligheid. En natuurlijk ons secretariaat als kloppend hart
van de afdeling, Lilian, Nicky, Henny, zonder jullie zijn we stuurloos. In die bijzonder ook de collega-hoogleraar binnen SHE en mijn begeleidingscommissie, Nanne, Mirjam, Erik en Jeroen. Ik leer elke dag heel veel van jullie. Speciaal dank aan alle collega's bij EdLab en het Study Smart Team. We hebben samen iets heel moois neergezet en we zijn nog lang niet klaar. Alle andere collega's binnen de Universiteit Maastricht en in binnen- en buitenland waar ik mee samen mag werken. We hebben nog voor 100 jaar onderzoeksplannen en we gaan het samen doen. All the PhD candidates, I had the honor to supervise. Matt, Mariette, Martine, Esther, Jan, Ellen, Lucy, Michaela and my current PhD students and postdocs, Joey, Catherine, Sanne, Felicitas, Louetong, Daria, John, Naushat, Sophia, Adam, Hector and Wisnu. I'm amazed every day by your dedication and bright minds. But most of all, thanks for all the fun we had and are going to have inside and outside of meetings. Ik heb veel geleerd van alle collega's waar ik mee samengewerkt heb, maar zijn er twee die een bijzonder grote rol in mijn ontwikkeling hebben gespeeld. Henk, dankzij jou leerde ik dat onderzoek doen nog veel leuker en waardevoller is als je dat kunt combineren met onderwijsinnovatie. Je gaf me alle kansen die ik wilde in Rotterdam. En dankzij jouw vertrouwen greep ik die kansen dan ook maar. En veel lukte ook nog, zo waar. Heel veel dank daarvoor. Jeroen. Jeroen, als wetenschapper, als leider en als promotor ben je een lichtend voorbeeld. Je vertelde me nooit wat ik moest doen en liet me altijd zelf mijn keuzes maken. Maar stond steeds klaar met diagnostische cues om die keuzes te helpen maken. Veel dank daarvoor. Dank ook aan alle lieve vrienden die al zo lang met me meelopen. En aan alle bevriende collega's voor alle nodige afleiding en relativering. Marije, mijn BFF. Een middag of nog liever een weekend met jou. En ik weet waar ik sta en ik kan er wel weken tegenaan. Op nog heel veel weekendjes Scandinavië samen. Renate, onze superoppas. Vanaf het eerste moment voelt het vertrouwd. En dankzij jou houden we onze georganiseerde chaos draaiende. Dank je wel daarvoor. Rico en Patricia, Lara en Julie, Peter en Jusine, die zijn er altijd voor ons. En dat is heel fijn en vooral heel gezellig. We gaan samen nog veel leuke weekendjes naar de Ardennen tegemoet. Ik verheug me erop. Emile en Dorothee, Jos en Janou, Marlijn, Juna en Pax. We hebben altijd zoveel los samen, al is het veel te weinig. Onze jaarlijkse tripjes Belgische kust herinneren me er steeds aan dat de basis die we samen hebben super stevig is. Mams en paps, op de dag tussen jullie verjaardagen in, sta ik hier zo'n 150 meter van de plek waar jullie mij grootbrachten. Dank je voor jullie altijd goede zorgen en hoe jullie dag en nacht voor ons klaarstaan. Paps, dank je om mij te leren dat het leuk is om te willen begrijpen hoe iets echt in elkaar zit en waarom mensen doen zoals ze doen. Mams, dank je om mij te leren dat leren toch echt leuker is als je er moeite voor doet. En dat verbinding met andere mensen het allerbelangrijkste is wat er is. Tuur. Nog voordat je kon lopen, was al duidelijk dat je een droog gevoel voor humor had. Je gebruikt je grappen en grollen ook regelmatig om ons als ouders een spiegel voor te houden. Lekker is dat. En al is het soms tegen wil en dank, je bent een supergrote broer. Lize. Ja. Jouw enthousiasme en nieuwsgierigheid zijn zonder grenzen en zo fijn om elke dag mee te maken. Nog mooier is te zien hoe je er overal mee komt en hoe je je door niets of niemand laat tegenhouden. En dat ga ik zeker ook niet doen. Stella, onze jongste met de hardste stem. Alles wat je doet, doe je met heel veel plezier en het liefst met veel anderen erbij. Het is heel bijzonder hoe jij je in anderen kunt verplaatsen. En hoe je elke ochtend je eigen kledingoutfit samenstelt. Ik ben zo ongelooflijk trots op jullie alle drie en zo blij dat we elkaar hebben. Chino, ik snap nog steeds niet waar ik jou aan verdiend heb. Zo'n toegewijde vader, echtgenoot, je relativerende humor, altijd oprecht geïnteresseerd in anderen, met beide benen op de grond en veel te bescheiden. We hebben samen heel wat pieken bereikt, maar nog veel trotser ben ik op hoe we de dalen die we tegenkwamen, samen hebben genomen. Dank je voor je liefde, je vertrouwen en je oneindige geduld. Ik heb gezegd. APPLAUS
Beste Aniek, en dank voor deze ontzettend heldere voordracht. Omdat ik zeker weet dat jullie allemaal nog aan te houden zijn, wou ik even jullie laten nadenken als je het woord student vervangt door medewerker. Dus er is nog heel veel onderzoek voor Aniek te doen, niet alleen bij studenten, maar ook bij medewerkers, bestuurders en vele anderen. Dus volgens mij is er wel 300 jaar onderzoek voor je. Dankjewel. We gaan nu terug naar de receptieruimte. Daarbij nemen wij de eer om voorop te lopen achter Aniek en familie aan. En als jullie ons volgen, komt het helemaal goed. Dank jullie wel.